Christian lezen voor de Stiermense Sun Women Rising. Het is de eerste week van oktober 2017. De week is de aardeweek. Een zeer positieve week. En met de energy vibration van de aarde, we hebben de zodiac energy van de lucht. Het is een zeer positieve week van wekens doordat het is beoordeling. En een positieve beoordeling. Positief. As you have a legal situatie, de rechter, je gaat even winnen, oké? Okay? Dus er is een legal situatie, je gaat even winnen. Je beste dag is maandag, vrijdag, en zondag. Liefde is donderdag. Geld is op donderdag. Liefde en geld is op donderdag. Oké? De nummers 7 en 9 wordt je numerological energy voor deze week op maandag. Whatever injustice, as that was what there's an on the balance, daar komt een balance. Als je hebt een rechtszaak of dat soort of ding, het gaat best wel goed komen voor jou. Als je hebt een rechtszaak tegen een ram, leeuw of boodschappenmensen, je gaat het even overwinnen. Dus whatever de rechtszaak was of is tegen deze persoon, je gaat het best wel winnen, gefaciliteerd. Voor de rest van de mensen, het is een zeer positieve dag. Misschien heb je situatie mee te maken met de lucht mensen. Dat is de waterman, weeskal of tweeling. Maar het komt best wel goed. Op dinsdag, je hebt een vuur energie, de energie van de toren. Dus is reiniging, reiniging. En door deze reiniging krijg je wat informatie. Je krijgt je innerlijke licht terug. Je krijgt wat positieve energie. Je gaat binnen om innerlijke wijsheid om te zoeken. Door de afbroken, de instorten van de toren, ga je krijgen innerlijke licht. Is alsof je lucht is weer terug. En dit is positief. Op woensdag hebben wij een waterenergie. En deze waterenergie, nogmaals, komt de hermit. En de hermit wil dat je connecten met je innerlijke kracht. En daar vind je even rust. Je kan op rust gaan zoeken. En dat doe je om je innerlijke kracht, de wijsheid, om te zoeken. Oké, en dit is zeer positief. Deze twee samen is zeer, zeer positief. For whatever reason is it, je gaat even zien en full positive energy komt naar je toe. Donderdag in deze week is de beste dag voor heel veel mensen. Heb je de energy vibration van de geliefde? Dit is zeer positief. En dit is liefde en als dat was de situatie wat je hebt meegemaakt, jezelf met je partner, de beoordeling dat komt, je eindigt op met beschermen en veel geld. Dus je eindigt op met beschermen en heel veel geld. Whatever de situatie was, is de situatie wordt opgelost in een positieve manier. Als we gaan even verder, we hebben de energy vibration van een organisatie, een groep van mensen, en die proberen echt wat om af te nemen van jou. En dit gaat ze niet lukken van wekens door de energy vibration van deze energy komt in. En dit is zeer positief, omdat dit laat je even vertellen dat je gaat een positieve outcomes krijgen van whatever de situatie is dat deze persoon probeert van jou om te stelen of iets te nemen. Je komt uit on top. Oké? Okay? Zeer positief.
Als het gaat even verder, heb je de energy vibration van je werk voor sommige mensen, een vaderfiguur voor sommige mensen en je stabiel om je situatie, je leven in balance te brengen en een goede stabiliteit te krijgen. Dat gaat wezen gebeurd omdat de energy vibration van Merlin, de prins van Pentacles, komt om jullie om te helpen in deze tijd. En dit is zeer positief, omdat op zaterdag krijg je dit om te weten, om te horen hoe positief deze situatie gaat uitpakken voor jou. En dit wordt heel goed opgenomen door anderen. Oké? Okay? Als het gaat even verder, we hebben de energy vibration van de Knight van Pentacles. Dit zondag is een dag voor mensen die is 0 tot en met 35 geboren. Van wekens tot je bent zeer, zeer beschermd door de Universal Engels. Whatever obstacles, whatever situatie kom je weg, je bent echt beschermd door de universe en beschermd door de recht van een situatie. Op een positieve manier krijg je bescherming van de Universal Engel voor sommige mensen, maar voor de meeste is beschermd door een situatie op de aarde. Oké, okay? Dus whatever de situatie is, je wordt beschermd. De zeven is alles om wat om te balance, en dit gaat je best wel lukken. Liefde en geld is op donderdag. Whatever de situatie is, liefde en geld is op donderdag. En op maandag is het een succes, omdat je krijgt de unbalance van de schaal, de wekenschaal in balance. En dit is best wel goed. De laatste energy, dus liefde in deze week, is best wel daar, maar je zit te werken om je innerlijke kracht en jezelf, oké? Okay? Als we kijken eens verder, je kleur is roze, dus dit is werk op je art chakra, works on your art chakra. En om succesvol en rijk te worden, denk dat je bent succes. Weet dat je bent succes. Doe het als je bent succes, omdat je gaat je best wel lukken. Dames en heren, ik ga het even zeggen. Dag, tot de volgende keer. En ik spreek jullie wel. Bedankt voor de komst. En alsjeblieft, delen deze video's. Namaste.